Deuk? Kras? ABS Autoherstel, Ad de Goei, doet reparaties van alle soorten autoschade. Dus kom voor autoschade, ruiten en banden naar ABS Ad de Goei. Rietdekkersweg 3 in Woerden. Goedendag. Rokjes weer, korte rokjes weer. En daar is ook wel aanleiding toe. Vandaag deze vrijdag fantastisch fraai lenteweer. Een temperatuur van zo'n 20 graden en een zwakke zuidoostenwind. Prima terrasjes weer. Het komt allemaal omdat een hoge drukgebied gunstig gesitueerd is voor ons land. Maar hoe wordt dat komende weekend? Helaas wat minder. Dan kantelt dat hoge drukgebied en krijgen we een zuidwestelijke luchtstroming waarmee vochtige lucht wordt aangevoerd. Dat zien we de zaterdag al. Die dag veel bewolking, misschien in de avond wat opklaringen. Er staat een matige zuidwestenwind, wat ook al minder aangenaam maakt. En de temperatuur wordt in de middag niet veel hoger dan 15 graden Celsius. In de avond en nacht wel brede opklaringen en dan daalt de temperatuur naar zo'n graad of 6 en is de kans op mistbanken. De zondag ziet er wat beter uit. Wisselend bewolkt, brede opklaringen en temperatuur van zo'n 16 graden, maar nog steeds een matige zuidwestenwind. Hoe wordt het die dagen erna? Het ziet naar uit dat het hoge drukgebied toch weer op een goede plaats gaat liggen, waardoor we meer zon krijgen en waarschijnlijk hogere temperaturen. Dat was voor nu, maar er is meer. Kijk op woerden.tv voor meer nieuws en actualiteiten. En vergeet vooral uw foto's niet te mailen naar redactie@woerden.tv. Dit is woerden.tv. Met woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk woerden.tv.